De seizoensrally maakt voor het tweede jaar op een rij deel uit van de Euro Rally Challenge en het Nederlands kampioenschap. En dat brengt de pleiade aan Nederlandse WRC's aan de start. Zoals de Ford Focus van Erik Wevers, de winnaar van vorig jaar. Of de Focus van Peter van Merkstein Jr. met Eddy Chevalier als co. Of de Subaru S12 van Dennis Kuipers. Of de Skoda Fabia van Gert Huzink. Of de Subaru S14 met René Kuipers, de vader van Dennis. Of de Subaru S12 van John Temmink. Of de Ford Focus van Bernard ten Brinke, ook actief op circuit. Zware tegenstanders voor de Belgische delegatie met op kop Patrick Snijers in zijn Subaru S12 dringend aan punten toe na 0 scores in Tielt en de Wallonie. Snijers zoekte in de openingsronde nog naar de goede afstelling voor zijn Impreza en realiseert slechts 1 bestijd tegen 3 scratches voor Wevers, die voor het eerst in een half jaar weer in zijn focus zit. De Nederlander is meteen op dreef en neemt de leiding met een dikke 2 seconden voorsprong op Snijers. Van Merkstein laat op KP2 wat seconden liggen aanschuiven, maar komt na 4 proeven niettemin als derde door op 37 seconden. Melissa de Bakkere, leider in de BK-tussenstand, is gefrustreerd na een mislukte haarspeld op de tweede proef. Het kostte Krakpion bijna 25 seconden, waardoor ze voorlopig niet beter doet dan de vierde plaats op 47 seconden. Dennis Kuipers is met zijn S12 vijfde op een dikke 2 seconden van de Bakkere. Indrukwekkend is Jasper van den Heuvel met zijn Evo 10. Sterke zesde plek tussen al het WRC-geweld. Daarmee ruim leider in groep N. Zevende plaats na de eerste lus voor René Kuipers in de S14 op 1 minuut en 3 seconden. Of precies dezelfde tijd als Mark van Eldik, ook in de S14. Piet van Hoof blijft bij zijn Evo 4 groep A zweren. Hij won deze rally in 2003 en is nu 9e op 1 minuut 18. Dan ten Brinke in de focus op de 10e plaats. Ten Brinke raced ook op circuit. Zo neemt hij deel aan de Euro Megane Trophy. Huzink ligt met zijn Fabia 11e op 1 minuut 34. En pas op de 12e plaats Paul Litaar, die voorlopig zijn draai niet vindt op de Maaskiezel. Daar staat in het BK op 1 punt van leider en teamgenoten de Bakkere, maar in Bocholt dreigt de snor flink wat punten te verliezen. Chris van Woensel heeft zijn Nissan noodgedwongen moeten inruilen voor een Evo 10 van Kolsoel. De motor van de Subaru slaat af op KP5 en op de 8e proef valt de turbodruk weg. Na 7 proeven was Snijers tot op een 2-tal seconden van Wevers genaderd, maar nu ziet hij zijn Nederlandse rivaal weer wegrijden. Wevers neemt een voorsprong van 12,8 seconden op Snijers. Het ziet er naar uit dat Wevers ook dit jaar de seizoen zal winnen. Al mist de focusrijder hier zijn rempunt in het stof van zijn voorligger. Merkstein houdt stand op de 3e plaats. Hij rijdt zelfs de bestijd op KP8 en volgt op 42 seconden van de Wevers. De 4e plaats is nu in handen van Mark van Eldik. De Nederlander bouwt rustig op. Hij is een tijd lang inactief geweest na een zware crash. De Subaru-rijder is over Melissa de Bakkere gewipt. De Bakkere rijdt lek op KP5, meteen een klap van 40 seconden. De West-Vlaamse staat op 10 seconden van Mark van Eldik. René Kuipers is zesde met zijn S14. Jasper van den Heuvel probeert extreem laat te remmen in een poging om de WRC's te volgen, maar zo verkijkt hij zich een paar keer op een rempunt en zakt hij naar de 7e plaats. 8e plaats voor ten Brinke. En Huzink is 9e met de Skoda Fabia WRC.
voorlopig niet veel beterschap bij Litaar, die na de tweede lus als tiende doorkomt. Lekker band voor Dennis Kuipers, die naar de dertiende plaats terugvalt. Van Woensel valt uit met een kapotte versnellingsbak op zijn Evo 10. Opgave dus voor Chris van Woensel en ook Van Hoof verdwijnt met pech uit de rally. Dennis Kuipers verovert in zijn S12 nog net de top 10. Hussink finisht in zijn Skoda als negende in Bocholt. Litaar verovert in de slotronde nog de achtste plaats. Ten Brinke pakt in Bocholt de punten van de zevende plaats. Een schuiver op de voorlaatste proef kost Mark van Eldik een stek in de top 5. Hij zakt bij de finish naar de zesde plaats. Van den Heuvel zet een fantastische eindspurt neer en dat wordt beloond met de vijfde positie. Uitkijken naar Van den Heuvel in Ieper. De Bakkere stoot nog naar de vierde plaats door en daarmee blijft ze aan de leiding in het Belgisch kampioenschap. Melissa de Bakkere en haar co Lara van Este. Van Merkstein junior presteert knap in Bocholt, goed voor de derde plaats, wel op bijna 3 minuten van de winnaar. Wevers wordt in de finale een paar keer opgehouden in het stof van Van den Heuvel en dat kost de Nederlander uiteindelijk de zege. Wevers is wel bijzonder sportief, want op de voorlaatste service leent hij een intercooler aan Snijers die anders allicht na 8 proeven had moeten opgeven. Met de hulp van Wevers draait de Subaru van Snijers in de laatste lus perfect.